We zijn hier vandaag bij Hondenskwekerij van de Haak en we nemen jullie vandaag mee in de wereld van de pelargoniumstekken. Nadat de stekken dus binnengekomen zijn uit Kenia en uit de koelcel komen, worden ze gestoken. Nou, hier staan we net bij een baan die vers gestoken is. Vanaf het moment van steken tot afleveren klant hebben we ongeveer 4 weken nodig voor de gehele beworteling. Deze stekken hebben het hele proces doorlopen. En na 4 weken komen we op een punt, we hebben nog een week te gaan, maar dat aan de buitenkant de eerste wortels zichtbaar zijn. Nou, dan is het eindelijk transportdag, de dag waarop de stekken het bedrijf verlaten. Het materiaal is volledig beworteld en dit is wat we afleveren, een zwaar bewortelde stek. We zijn hier bij Kwekerij Bergkamp, waar Walter van den Berg en zijn broer met een heel enthousiast team geraniums van ons kweken. En we gaan een kijkje nemen bij hun in de kas. Ga je mee? Goedemiddag, welkom bij Kwekerij Bergkamp. Wij produceren geraniums, campanula en cyclamen. En we gaan nu de geraniums laten zien hoe ze vanaf jongs af aan beworteld worden bij Bergkamp. Dus kom maar mee. Wij kweken onbewortelde stekken en wij zorgen dat die zo snel mogelijk wortelt. Dus dat doen wij door direct in de eindpot te steken. En daarin proberen we hem zo snel mogelijk aan de wortel te krijgen. En uiteindelijk zie je de diversiteit aan wortel wat hij in een maand tijd eigenlijk opbouwt. En 4 maanden later zijn we uitgekomen op dit prachtige veld. Nou, dan komt het moment van afscheid nemen. Uiteindelijk gaan de graniums naar de klant en vinden een weg naar de consument.